Zoals u kunt zien, wordt het voertuig opgesteld op een strategische positie om onze eigen werkplek en het ongeval te beveiligen tegen het overige verkeer. De bevelvoerder, dat kan aan de rode vlag, zal met de beveiliger en de gewonde verzorger een schouw van het ongeval gaan uitvoeren. Ze gaan kijken wat precies aan de hand is, wat de status van de slachtoffer is en of de werkplek veilig is, lettende op uitstromende vloeistof zoals koelvloeistof en benzine. Het technisch team van de brandweer, dat staan er twee personen, starten met het stabiliseren van het voertuig. Zoals u kunt zien wordt dit uitgevoerd middels het plaatsen van houten blokken om het voertuig. De beveiliger voert een verkenning uit met de brandblusser en stelt het ongeval veilig. De standaard bezetting bij het brandweer bestaat uit 6 personen, 4 manschappen, de bevelvoerder en de chauffeur. Momenteel hebben wij een aantal mensen in opleiding, die rukken gewoon mee uit, zijn te herkennen aan een blauw hesje en doen op die wijze ervaring op bij de uitruk. Op het moment dat hun een opleiding hebben afgerond na 3 jaar, kan zij volledig in dienst en mee op de uitruk als volledig manschap. Nee, dat had ik in hand, maar die gaan die nou uit snijden. Die gaan niet aan de dokter afsnijden. Die persoon is de klas. Dan gaan ze kijken, niemand mag er zitten. Zoals u kunt zien, de gewonde verzorger bekommert op zich samen met de ambulance in de daadwerkelijke praktijk om het slachtoffer. Bepaalt dat. De gewondenverzorger probeert aan de zijkant van het voertuig de rechter slag te stabiliseren, want hij natuurlijk net werkzoek om het niet meer te verwerken. Heel erg goed! Ja, oké. We hebben nu op de kutste voordeel geslagen in de plaats, en dat heeft nu de werkzaamheden. Om te beschermen. In glaswerk en metaal afsluiten. Ook om het bestuur en zogenaamde airbag toe te plaatsen om te voorkomen dat de airbag de andere mensen op het zwaar gebaat en die niet afgaat. Want er zijn ook 30 airbags in de hotel en dan is het de enige airbag waar we over kunnen bestaan. Als eerste op de slag met zogenaamde glasmasker. Dit betekent dat alle ruiten uit de zon van voor en achteruit uit het voertuig gehaald worden. Als een slag van de slag gaat drukken, wordt het vier uur gekomen dat ruiten op het ongetraffeerde onderwerp van de mens komen. Dit alles voor de veiligheid van zowel de brandweerpersoneel als de slagger. Je ziet dat deze een kunststof de schermplaat open nu tussen het werkgereedschap en de slager gehouden wordt, dat wij wederom last van de taas met de zorg die van te beperken. Ja, ik wil een aantal glasbranden passen op dat we nog de kunststofbranden doen. Hier willen we dat we eigenlijk wat kunststofbranden aan de binnenzijde en we kunnen constateren waar de airbag zit. Op deze wijze kan bepaald worden waar de airbag zit en waar de airbag zit. Op het moment dat alle ruiten verwijderd zijn, heb je zo'n controle.
in de gewonde persoon naast afgeslagen. Op deze wijze de betere prestatie van de match gewonnen. Samenwerking met de andere los om de bal te slaan en vrij te houden. In dit geval gaan ze gekozen worden om het dak te draaien. En zo is de stap voor je ziet het knippen van het voertuig door met die dode spetsgereedschap. Dat werkt met een werkdruk van 720 bar. Een kracht tot 15 tot 20 ton per normaal. Ja, ja, ja. Dat is een knipper, hè? Je ziet dat gebruik gemaakt van de kielzitterplaten om de slangen te kunnen krijgen. Het dak wordt nu nog doorgeklaagd en wordt daar de vorm geslagen om hier de achterzijde van het voertuig uit te brengen. Ter bescherming van het slagen van brandweer personeel zelf worden nu de beschermde delen afgedekt door speciale hoeven. De buitenkant afgesloten en gesteken. Onder leiding van de rebellenvoerder en in gezamenlijkheid worden slagen van nu op de redplank getrokken. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Speciaal show, maar komen. De volgende slag ook op, net als de rest, maar bij de voertuig geteld en overgedragen aan de ambulance. Op het moment dat het slagoffer en de ambulance is overgedragen, is de situatie van de brand gedaan en is een grote kleine dienst.